Ik ben Chris in de Goort. Ik heb een bouwbedrijf, een aannemersbedrijf, aan Goort Bouw BV. Wij bouwen vooral nieuwbouwwoningen, vrijstaande woningen. En ik ben lid van de businessclub van Christenen voor Israël. En waarom Israël natuurlijk? Dit is, ik ben natuurlijk christen, ik geloof in de Heere God en in Jezus Christus. Ik vraag me wel eens af, kan je geen Israël liefhebber zijn als je christen bent? Ik woon zelf in de polder en dan in de lente, als je uit de winter komt en je gaat de lente in en je loopt dan door de natuur heen, dan zie je alles weer opkomen en opbloeien. Het bruine wordt dan weer groen, dus nieuw leven. Ja, als je dan door de natuur loopt, dan weet je zeker, daar kan je er niet omheen, God bestaat. Hè? God zorgt voor ons. En dat zie ik ook bij het volk Israël en met de Joden. Als je er naar kijkt en je verdiept je erin, kan het niet anders zijn dan dat je zegt van ja God bestaat. Hè? En God zorgt voor ons, God zorgt voor de Joden en God heeft nog wat voor ons in petto. Voor mij is de toegevoegde waarde van de businessclub is niet zozeer dat ik een opdracht uithaal. Dus, ik ga graag naar de events toe om van andere mensen te leren. Zowel spiritueel als over werk, hoe je dingen anders kan doen. En daar is dus ook het netwerken voor, van hoe sta jij erin en wat vind jij daarvan? En zo, al die gedachtes die neem je mee naar huis en daar vind je wat van. Ja, ik zou graag een ondernemer mee willen nemen om hem deelgenoot te maken van de open sfeer die onder de ondernemers is. Er is een hele openhartige sfeer onder elkaar. Dus het geloof staat voorop, God staat voorop. Dat is voor iedereen ook duidelijk. Dat vind ik ook wel heel erg lekker. Maar daarnaast ook wel, als je met een probleem zit, zou Jantje of Pietje die zou me altijd willen helpen. Ik vind wel, misschien is het niet nodig, maar ik vind het wel heel erg fijn dat die sfeer er is. Van hey, als ik in een probleem zit of ik zit met een probleem en ik vraag het aan een ander, dan zal die ander me altijd willen helpen. En natuurlijk, we ondersteunen Israël, maar daarnaast ondersteunen we elkaar ook. Mijn grootste droom zou zijn, en ik weet dat het een droom is, maar het lijkt me echt heel erg gaaf om in Israël of zelfs in Jeruzalem iets te bouwen. Want het is, kijk, iets opbouwen, dat heeft echt mijn hart. En als dat combineren met notabene in het Bijbelse land, in het beloofde land, dan zou ik echt heel stoer vinden. Ja.